Goedenavond. Verschillende inwoners van Nier moeten de verharding in hun voortuin opbreken. De stad wil dat het water makkelijker in de bomen kan trekken. Waarom moet ik nu mijn plaats vrijmaken voor een stukje groen? Ik heb zoiets van, waarom is dat wel nodig? Er komt geen volledige heropening van de scholen. Na de paasvakantie keren we terug naar de situatie van voor de paaspauze. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drinks. Please come down. De Engelsen kunnen opnieuw naar hun pub. Na 4 maanden zijn de terrassen in Engeland weer open. Mark Cavendish pakt na 3 jaar eindelijk weer een zege hier in de Ronde van Turkije. En de intussen 35-jarige Mark Cavendish wint nog eens een sprint in zijn eerste zege sinds 3 jaar. Heeft het stadsbestuur een 30-tal woningeigenaars een brief gestuurd met een hoogst onprettige boodschap. Wie zijn voortuintje heeft omgetoverd tot een verharde parkeerplaats, moet dat zo snel mogelijk weer ongedaan maken. Steeds vaker nemen gemeenten maatregelen om de verharding op hun grondgebied tegen te gaan. De bewoners van Lier die de brief kregen, vinden dat ze onterecht worden geviseerd. Sommigen hebben hun woning zo gekocht. Tijdens een controle in de Boomlaarstraat kon ik vaststellen dat zo goed als heel de voortuin verhard werd. Het aanleggen van zelfs waterdoorlatende verhardingen in de voortuin is vergunningsplichtig. Het was geen leuke brief die in de bus viel hier in de Boomlaarstraat. Want ze vragen dus eigenlijk om voor 25 mei de verharding te verwijderen. Deze huizen lijken allemaal een oprit te hebben, maar eigenlijk zijn het voortuintjes. Sinds de lockdown merken we dat meer en meer mensen met veel tijd om handen hun voortuin zijn beginnen verharden. Dat is een praktijk die al veel langer gebeurt natuurlijk, maar die eigenlijk altijd verboden is geweest. Toen wij die hebben gekocht 10 jaar geleden, was het hier zo. Dus. Ja. Dat heeft niks te maken met dat we te veel tijd hadden in de lockdown. We hebben dat gebruikt om ons huis te behangen. Nu komen ze daar ineens achter zagen eigenlijk dat dat niet mag. Dus ik weet ook niet van waar het komt. Ik heb al met wat buren staan praten en wij hebben dat huis juist gekocht. Wij hebben daar al onze spaarcentjes in gestoken. En om nu heel de oprit open te breken en die groen te maken, ja, wij hebben daar gewoon geen geld voor om dat te doen. Verharde voortuinen worden minder en minder getolereerd in Vlaanderen. Belemmert de waterdoorsijpeling en veroorzaakt meer verhitting. Het grootste probleem is dat die verharde voortuintjes eigenlijk een schaamlapje zijn voor een private parkeerplaats. En het probleem is dat natuurlijk. Om daar een uitrit voor te hebben, verdwijnt er dan een publieke parkeerplaats. Waarom moet ik nu mijn plaats vrijmaken voor een stukje groen? Ik heb zoiets van, is dat wel nodig? Als ze een parkeerplaats kunnen creëren, laat die mensen dan hun plaats inwinnen. Zo simpel is het. Nu kunnen de gemeenten nog zelf beslissen of ze verbieden om voortuinen volledig te laten verharden of niet. Maar als het van Vlaams minister van Omgeving Joël Demeer afhangt, dan komt er een Vlaams verbod. Dat heeft ze vorig jaar nog aangekondigd bij de voorstelling van de Blue Deal. Het plan van de Vlaamse regering tegen de toenemende droogte. De toenemende verharding in Vlaanderen alleen maar afremmen is niet voldoende om het grondwaterpeil opnieuw op een normaal niveau te krijgen. De maatregelen moeten forser, zeggen ook experts. Voor veel Vlamingen is het bijna heilig. De oprit, in alle mogelijke variaties en oppervlaktes. Meestal wel één constante helaas. Te hard en ondoordringbaar. Op dit ogenblik is 16% van het Vlaamse oppervlak verhard. Dat is heel veel. Hè. Als je dat vergelijkt met in de jaren 70, was maar 5% van Vlaanderen verhard. Dat betekent op 40 jaar tijd is er eigenlijk 3 keer zoveel beton, asfalt, klinkers bijgekomen. Ja, dat betekent dat eigenlijk in die zones het regenwater niet kan incijpelen in de bodem. Het grondwaterpeil is nu al problematisch in Vlaanderen en het klimaat zal de komende jaren niet helpen. Tegen het einde van deze eeuw is er 10 maal meer kans op een extreem hete en droge zomer. Alle beetjes helpen, zelfs een aantal eenvoudige aanpassingen aan die oprit. Wel, dit is hier een voorbeeld waarbij dat er doorlatende verharding is, zoals men dat noemt. Dus regenwater kan hier voor een stuk nog incijpelen in de bodem. Er gaat minder water naar de riolering. Maar je kan dit soort zone evengoed groen gaan aanleggen. En als je dan die verharde strook
zodanig aanlegt dat het water afhelt naar deze kant. Dan loopt het in het groen en dan kan het hier rustig de grond ingaan. Dit is een goed voorbeeld. Dat is een iets minder goed voorbeeld. Maar misschien moeten we er ook nog aan toevoegen dat het nog veel, veel belangrijker is om het regenwater wat afloopt van onze daken, van onze verharding, van het op te slaan in regenwaterputten. Als we dat allemaal doen en dat regenwater ook effectief gebruiken voor toiletspoeling in de wasmachine voor buitengebruik, ja, dan kunnen we onze drinkwaterfactuur halveren. Dan kunnen we naar van 100 naar 50 liter per inwoner per dag gaan. De scholen zullen vanaf volgende maandag grotendeels opengaan volgens dezelfde regels als voor de verlengde paasvakantie. Dat is vanochtend beslist op een overleg met minister Weitz, de onderwijskoepels en de vakbonden. Dat wil dus zeggen, de leerlingen van de tweede en de derde graad in het middelbaar onderwijs zullen nog altijd halftijds les krijgen op school en halftijds thuis via de computer. Voltijds naar school blijft de regel voor het kleuter en het lager onderwijs en voor de eerste graad van het middelbaar. Opluchting voor de jongste kinderen en hun ouders. Kleuter en lagere school blijven zoals voordien voltijds lesgeven in klas. In het vijfde en zesde studiejaar kun je aan het mondmasker zien dat het daar stilaan om tieners gaat. Dat masker is daar verplicht omwille van de besmettingen. Ja, dat moeten we nog even aanhouden, gelet ook op de cijfers en heel specifiek ook in die leeftijdsgroep. Wel zorgen we ervoor dat de lat een beetje gelijk wordt gelegd met het secundair onderwijs. Dat wil dus zeggen binnen verplicht het mondmasker, maar buiten enkel wanneer de afstand niet kan worden gerespecteerd. Het middelbaar dan. De eerste twee jaar mogen ook voltijds naar school. Maar de oudsten, die van de tweede en derde graad, moeten nog altijd halftijds thuis op de computerles volgen. De minister wil dat alsnog veranderen zodra de coronacijfers het toelaten. Zo zei hij in ons middagjournaal. Dan willen we ook zo snel mogelijk die tweede en derde graad secundair onderwijs ook 100% contactonderwijs mogelijk maken. Dus wij gaan ervoor echt blijven pleiten, blijven ijveren. De eetzaal mag weer open en ook de regels voor de speeltijd worden heel lichtjes versoepeld. Voor de paasvakantie was vooropgesteld van die speeltijden houden de klassen volledig gescheiden en zorgen voor een speeltijd apart. Ja, dat is praktisch heel moeilijk werkbaar, dus dat verlaten we. Dat vind ik ook goed. Deze wordt 25. Ja. Het blijft moeilijk, zeker voor wie handvaardigheid moet aanleren en omgang met gereedschap. Dat kan bijna niet halftijds thuis op computer. Toch blijft dat de regel, behalve voor echt zwakke groepen, zoals het buitengewoon onderwijs voor gehandicapten. 100% contactonderwijs blijft daar mogelijk, ook voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Dus heel duidelijk, altijd oog in eerste instantie voor de meest kwetsbaren. Dat was dus vanmiddag in onze studio. Wat vinden de jongeren er eigenlijk zelf van dat de coronamaatregelen nog wat langer duren in de scholen? Wij vroegen het aan iemand uit het vijfde leerjaar en aan iemand uit het vijfde middelbaar. Ik vond de 3 weken vakantie best wel leuk, maar ik ben toch blij dat ik terug naar school kan. Omdat ik dan mijn vrienden kan zien en er terug mee kan spelen. Maar wat wel niet zo leuk is, dat ik terug een mondmasker moet dragen. Dat is best wel vervelend. Ik vind het inderdaad wel ergens, zoals waarschijnlijk iedereen die momenteel in het middelbaar zit, teleurstellend, want we hadden een mooi perspectief gekregen om na de paasvakantie terug naar het school te gaan. Terug voltijds onze andere contacten ook te kunnen zien. Dat wat meer vrijheid zou kunnen zijn. Maar eigenlijk is het als een slag in het gezicht gekomen dat we eigenlijk niet terug mochten gaan. Nog geen volledige heropening van de scholen dus. En dat heeft volgens minister Weitz ook te maken met de cijfers. Niet op de rapporten, wel in de coronacurves. Afgelopen week werden weliswaar gemiddeld 3.558 nieuwe besmettingen vastgesteld elke dag. Een daling met 20%. En ook het aantal patiënten dat voor corona in het ziekenhuis wordt opgenomen gaat voorzichtig naar beneden met 3%. Het zijn er nu gemiddeld 254 per dag. Maar de besmettingen blijven wel een zware druk leggen op de ziekenhuizen. Daar liggen nu 3.084 coronapatiënten. 899 van hen liggen op de afdeling intensieve zorg nog altijd. En ook de overlijdens door corona blijven stijgen. Het zijn er nu gemiddeld 43 per dag. Bijna 1,9 miljoen landgenoten hebben intussen hun eerste dosis van een vaccin gekregen. Dat is iets meer dan 20% van de volwassen bevolking.
36 Vlaamse vaccinatiecentra zullen vanaf morgen gebruik maken van de reservelijst QVAX. Dat is het centrale online platform waarop wie dat wilde zich sinds vorige week kon aanmelden om een vaccin te krijgen wanneer andere mensen niet komen opdagen. Op die manier gaan er geen dosissen verloren. Zo'n 60 andere Vlaamse vaccinatiecentra zullen voorlopig nog niet werken met de reservelijst van QVAX, al hopen ze bij de overheid dat daar snel verandering in komt. We denken dat er op dit moment nog wat koud watervrees is om met zo'n nieuw systeem te starten. Vergeet ook niet dat de vaccinatiecentra voor een heel drukke week staan, meer dan 350.000 vaccins toe te dienen deze week. Dus we verwachten ook dat één keer er een aantal dagen voorbij gegaan zijn en vaccinatiecentra van elkaar te horen hebben gekregen dat het systeem goed werkt, dat het een meerwaarde betekent voor zowel het centrum zelf als voor de burger, dat er wel meer en meer centra die overstap zullen maken. De lijst van vaccinatiecentra die gebruik maken van de reservelijst QVAX, die kan u terugvinden op onze website vrtnieuws.be of in de app. We hebben daar een kaartje gemaakt waar te zien is waar nu met QVAX wordt gewerkt. Dat zijn de blauwe bollen. Wie aan de beurt is voor een coronaprik, maar niet zelf in een vaccinatiecentrum kan geraken, die kan een beroep doen op een mobiel team. Verpleegkundigen komen dan thuis het vaccin geven en houden de patiënt ook na de prik nog eventjes in de gaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die bedlegerig zijn. Oleg is verpleegkundige en vertrekt vanuit het vaccinatiecentrum van Genk naar Pieter, een patiënt die slecht te been is. Vandaag is het eigenlijk AstraZeneca die op de planning staat. Maar dat is puur een functie van de beschikbaarheid die we hebben in het vaccinatiecentrum van Genk dan. Vandaag zijn we dus met 3 teams op pad eigenlijk. Over het grondgebied van Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal, Oudsbergen en Bree. Hallo, goedemiddag samen. Het was voor Pieter, hè? De bekuur. Hè? Een arts volgt het gebeuren op afstand en kan ingrijpen als dat zou nodig zijn. Ik ben dus stand-by eigenlijk voor het geval dat er majeure complicaties zouden zijn. En wat zijn majeure complicaties? Dat zijn vooral allergische reacties die extreem zeldzaam zijn, maar die kunnen voorkomen. Prik, hè? Niks gevuld. Perfect. De mobiele teams moeten een noodoplossing blijven en kunnen enkel thuiskomen na overleg met de huisarts. Zo is ook Henriette, de vrouw van Pieter, naar het vaccinatiecentrum gegaan. Als men naar huis gaat, heeft men niet de accommodatie die men heeft in een ziekenhuis of in een vaccinatiecentrum gelijk dit. En, dus dat wordt echt gereserveerd voor enkele patiënten die heel moeilijk in een open ruimte te brengen zijn of die heel moeilijk te verplaatsen zijn. Ik dacht het hier te krijgen, maar dat gaat niet. Ik ben tot ook 85, maar dat gaat niet. En zijn jullie blij dat die vaccinatie nu... Natuurlijk, natuurlijk. Want die kleinkinderen, dat is het achterkleinkinder. Als daar is dat bestaat. Hè. En de hond is ook blij zo te zien. Al meer dan 300 bedrijven in ons land hebben sneltests aangevraagd die de federale overheid gratis ter beschikking stelt om het personeel te laten testen op corona. Dat is bijvoorbeeld het geval bij supermarkten De Leize, waar premier Alexander De Croo vanochtend een bezoek bracht aan het distributiecentrum. Niet in elk bedrijf kan het personeel immers van thuis uitwerken. En dan kunnen sneltests helpen om een grote uitbraak te vermijden. De federale regering had 1 miljoen van die sneltests in voorraad voor bedrijven. 265.000 daarvan zijn nu uitgedeeld. We zien dat er elke dag nieuwe bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn daarin. En dat is een goede zaak. De bedoeling is natuurlijk dat men in principe 2 maal per week mensen zou kunnen testen. Dus onderschat het niet, 300 bedrijven kan over zeer veel mensen gaan en nog veel meer tests gaan. Maar het is voor een stuk ook een oproep. Het is een mogelijkheid voor bedrijven en maak er gebruik van. Als je moet ter plaatse werken, laten we het zo veilig mogelijk doen. En gebruik van sneltesten is een belangrijk element om het veilig te kunnen doen. Voor de tweede zomer op een rij zullen Gent, de Gentenaars en vele duizenden feestlustigen het moeten stellen zonder het grootste evenement in de stad. Er komen, wegens corona, opnieuw geen Gentse feesten in juli dit jaar. Taferelen zoals deze op de Gentse Vlasmarkt zullen we dus nog zeker tot de zomer van 2022 moeten missen. De Gentse feesten lokken jaarlijks in 10 dagen tijd zowat 1 miljoen bezoekers. De stad werkt nu aan een alternatief programma en trekt daarvoor ook subsidies uit.
Gentse feesten, dat is het leven vieren, samen zingen, samen dansen. Elkaar een keer tegen het gilet trekken. Ja, en dat is wat het virus graag heeft. Dat komt jammer genoeg nu nog te vroeg. Het is een verdomd moeilijke keuze, maar het is een noodzakelijke beslissing. Maar je moet nu kunnen schakelen om de tijd te laten aan de organisatoren om alternatieven te kunnen uitwerken. En we gaan hen daartoe heel sterk financieel ondersteunen. Ja, er komt dan wel een alternatief programma. Veel Gentenaars reageren toch teleurgesteld op het nieuws. Al hadden sommigen van hen de bui al een beetje zien hangen. Het is heel jammer. Maar ook begrijpelijk, moest dat meteen doorgaan. Ja, dan gaan we weer al vertrokken zijn. Dan weer heel de tijd lockdown, geen lockdown. Dus ik begreep het wel. En dat is wel iets waar je kunt uitkijken in de zomer. En ja, nu dat ook niet doorgaat, valt alles zo wel weg. Ik vind het zeer verstandig dat ze dat nu niet laten doen. Het gaat wel zomer zijn natuurlijk, dus misschien gaan de besmettingen dan juist wat minder worden opnieuw. Maar ik denk dat moesten ze laten doorgaan, dat ze ook wel snel weer gaan stijgen op die manier. Veel begrip, maar toch komt het nieuws hard aan dat de Gentse feesten opnieuw niet doorgaan. Misschien wel nergens harder dan in het Trefpunt, waar de moderne feesten zijn ontstaan. De mensen gaan bijna verliefd zijn om Aris koffies te drinken en om boterham met uflak te eten, want dat zijn een van de pijlers. Het gaat niet alleen maar over dat drinken, het gaat ook over het ganse culturele aanbod. Voor de culturele sector en voor de artistieke sector in Van Gent is dat een ramp. En dat 2 jaar op rij. Want ze hebben niets kunnen doen, hè, vorig jaar ook. Niets kunnen doen dus. Om die sector wat te helpen, vergroot de stad het zogenoemde knaldrankfonds tot 1 miljoen euro. Daarmee kunnen kleinschalige dingen georganiseerd worden in de buitenlucht. Het is wel de bedoeling dat er in Gent in de zomer heel wat te beleven zal zijn. Maar daarvoor hebben we tijd nodig om daar de nodige voorbereidingen voor te maken, om alles goed te organiseren. Beter dan niets, maar voor de echte Gentenaars valt een tweede zomer zonder feesten, hoe dan ook zwaar. Je ziet hier een ongelukkige mens vergelderen. Een mens die ongelukkig is, gelijk de meeste Gentenaars, maar ja, we zagen het ook wel afkomen. Merkte toch. Ju. Spuiters van Vlaanderen, Genbro van Pret, ja, jij had graven kasteel door studenten bezet. Ze zitten er binnen, ik krijg ze eruit. Ze breken nog ribben, nog water, nog spuit. Legeraars, ooit een aanval, het gaat. Pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, wie lid is of ooit was bij een studentenvereniging in Gent, die herkent misschien wel dit liedje uit de Studentencodex. Dat is het liedjesboek dat de studentenverenigingen gebruiken tijdens hun kantussen. In die codex worden nu vrouwonvriendelijke of racistische teksten aangepast of helemaal weggehaald. Tegen volgend academiejaar zou dat rond moeten zijn, wanneer kantussen ook weer echt kunnen, hopelijk. Wel, Anne-Marieke, waar gaat gij naartoe? Anne-Marieke, waar gaat hij naartoe? Onder meer dit liedje over Anne-Marieke krijgt in de nieuwe Gentse codex een andere tekst. De derde strofe klinkt voortaan zo. Wel, Anne-Marieke, heb jij dan geen lief? Wel, Anne-Marieke, heb jij dan geen lief? Ik heb er geen één, ik heb er wel duizend. Hopsa, safalala, Anne-Marie. Ik heb er geen één, ik heb er wel duizend. Hopsa, safalala, Anne-Marie. Die derde strofe ging erover dat Anne-Marieke geslagen wordt door haar man. Dat is dus duidelijk geweld tegen vrouwen. En daarom hebben wij beslist dat dat dus niet meer in de codex hoort. Ook racistische teksten worden geschrapt. Bij andere liedjes komt er duiding over de historische context. Dat wij daar zelf niet per se altijd de nodige kennis over hebben, hebben we contact opgenomen met proffen aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van onze universiteit om beter beeld te hebben van ja, wat is er waar. En ook over liedjes die ja, een achtergrond van nazi-regime hadden, hebben we ook contact opgenomen bij Duitse letterkundigen. Ook andere studentensteden denken opnieuw na over de opbouw van hun codex. De nieuwe versie van de codex in Gent zal tegen volgend academiejaar klaar zijn. Dat is natuurlijk wel zo dat de tradities moeten behouden blijven, maar niet alles wat er 20 jaar geleden oké was, past nog in de tijdsgeest van nu. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we daar nu een update aan doen, dat onze codex verandert. In Antwerpen is het proces gestart tegen 66 voetbalsupporters. 56 supporters van de harde supporterskern van Antwerpen en 10 Nederlanders van de harde kern van Willem II uit Tilburg. Ze staan terecht omdat ze zouden hebben deelgenomen aan minstens 10 zogenoemde free fights.
Dat zijn gevechten die worden gehouden tussen hooligans van rivaliserende clubs op een vooraf afgesproken locatie. Meestal nogal ver afgelegen, bijvoorbeeld in een bos. Het Openbaar Ministerie vraagt strenge straffen tot 30 maanden cel. Een niet-alledaagse zitting op de Antwerpse rechtbank vandaag. De beklaagden zijn voetbalsupporters met een opmerkelijke geheime hobby. Ze gaan namelijk graag in een bos op de vuist met supporters van rivaliserende clubs. Dit zijn beelden van zo'n free fight tussen vechtersbazen van Antwerp en Club Brugge enkele jaren geleden. Vroeger vochten ze rond het stadion na een match, nu op een geheime locatie. Het zijn afgelegen plekken, zeer afgelegen plekken. Er komt niemand anders. Er zijn ook geen enkele incidenten met omstaanders of mensen die het gezien hebben. Toevallige passanten is niet mogelijk. En dat is toch een groot verschil met alle andere hooliganprocessen die we in het verleden hebben gezien. Bovendien, iedereen is daar ook vrijwillig. Iedereen aanvaardt alle gevolgen ook vrijwillig. Wij zien niet in waarom dat dit verschilt van bijvoorbeeld SM, van tatoeages, van piercings. Het is ook een keuze die mensen maken om zichzelf hun fysieke integriteit een deeltje op te geven voor een plezier of voor een hobby. En dan is de vraag, en wij hebben die vraag natuurlijk ook, hoe ver mag men daarin gaan? Voor het Openbaar Ministerie is dit geweld een brug te ver. Ook al heeft niemand zich als slachtoffer gemeld, de gevechten zijn illegaal en strafbaar, zegt het parket. We zien toch ook op de vaststellingen uit het onderzoek dat het toch wel gaat over zware slagen. Mensen die ook op de grond liggen en toch nog geslagen en gestampt worden. Ja, in hoeverre dat er dan nog vrije wil is of toestemming is, dat is voor ons toch wel nog wel de hamvraag. Het parket vraagt straffen tot 30 maanden cel. Een uitspraak wordt pas volgende maand verwacht. Een van de hoofdbeklaagden op het proces is fotograaf Sebastian Steveniers. Het Openbaar Ministerie vraagt voor hem 2 jaar effectieve celstraf. Steveniers ontkent niet dat hij aanwezig was op de bosgevechten, maar zegt dat hij daar was om als fotograaf een documentaire te maken. Het was volgens hem de enige manier om toegang te krijgen tot die geheime wereld. Foto's die hij maakte tijdens die free fights stelt hij intussen tentoon in binnen- en buitenland. En hij viel er ook al mee in de prijzen. Dit is een beeld van mijn beeldscherm dat ik ooit heb gestuurd naar mijn vriendin met mijn iPhone. Dat beeld ben ik kwijt, maar dat is de enige vorm dat ik dat nog heb. Bijvoorbeeld hier ziet u dat ook. Dat is een schermafbeelding van een verdwijnend filmpje. Dus die korrel zit erin. Originele foto's van zijn bosgevechten heeft fotograaf Sebastian Steveniers nog amper. Die neemt de politie immers in beslag wanneer hij in april 2018 3 weken in de cel belandt. Ik heb er nooit aan gedacht dat ik iets fout deed, omdat ik er altijd aanwezig was als fotograaf die een documentaire maakte. Uiteindelijk kan Steveniers, die ervan beschuldigd wordt een spilfiguur te zijn in de bosgevechten, nog een 50-tal van zijn 3000 beelden recupereren. Met zijn foto's wil hij het onbekende wereldje van de bosvechters tonen. Je ziet, ik sta er letterlijk tussen en tijdens zo'n gevecht ging ik dan los met mijn camera en ik liep ertussen en trok foto's van dat gebeuren. Soms duurde dat 10 seconden, soms duurde dat 30 seconden. De pijn nemen de deelnemers erbij. Ja, natuurlijk, het is geen pingpong. Hij had zijn neus net gebroken, maar hij had de partij net gewonnen. En vandaar ziet u dat hem er wel vrij gelukkig uitziet. Volgens Steveniers wekken de bosgevechten een gladiatorengevoel op bij de deelnemers, maar ook euforie. En er is sprake van broederschap. Het zotte ervan is, er is een winnaar, dat is gedaan. Die geven elkaar een hand, die geven elkaar een knuffel. En die stonden aan het eerste tankstation voor een pintje te drinken. En zot voor Steveniers zelf. Met zijn tentoonstelling verovert hij zo stilaan de wereld. In het laatste jaar heb ik 50 verwezenlijkingen. Van tentoonstellingen van in New York tot in Australië. Ja, het gaat hard. Straks gaan we nog naar Bergen in Henegouwen. Daar wordt The Passenger, het grote houten kunstwerk van Arne Quinze in het midden van de stad, afgebroken. Maar nu, na bijna 4 maanden, mogen de Engelsen voor het eerst opnieuw iets gaan eten of drinken op een terras. De befaamde Engelse pubs zijn weer open. Althans voor consumpties buiten. One of the very first pints in the whole of the country being poured. Ook de winkels, de kappers en de fitnesscentra gingen vandaag weer open in Engeland. Het gaat om de belangrijkste versoepeling van de coronamaatregelen sinds de lockdown van begin januari.
Wales, Schotland en Noord-Ierland volgen hun eigen plan, maar versoepelen binnenkort op dezelfde manier. Go ahead, guys. Thank you very much. In Oxford Street in Londen, zeg maar de winkelstraat bij uitstek, was het al aanschuiven van 's ochtends vroeg. Every time we've had a lockdown and we've had an easing of lockdown, what we've seen is restaurants full, shops full, queues to get in, people wanting to come out, connect with each other. Ook de Engelse kappers spoelen de derde lockdown snel door. Like, I'm not like obsessed about my hair, but it is just nice to like for school as well to have like nice hair. Pretparken en dierentuinen mogen onder strikte voorwaarden opnieuw een beperkt aantal bezoekers verwelkomen. Financially, we're an expensive business. It costs us about £1 million a month to feed the animals. So with no income coming in, that's been really, really tough. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drinks. Please come down. Maar natuurlijk keken de Engelsen vooral uit naar dit moment. Voorlopig alleen in de buitenlucht en met niet meer dan 6 aan tafel. Maar toch smaakt die eerste pint van de pub. We're still going to be sensible, we hope. Because we don't want another lockdown. But yeah, no, it's great. It's really great. Voor de pub-eigenaars en cafébazen is het maar een eerste stap, want het gaat om een gedeeltelijke heropening. For us to feel like things are truly back to normal is for people to be back at the bar again and ordering drinks. To be honest, I mean, we're a pub at the end of the day, and table service, it's nice from a customer point of view, but for operating as a pub, it's very difficult. Meer dan de helft van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk kreeg al een eerste vaccinatiespuit. Het aantal coronabesmettingen en sterfgevallen daalde er de afgelopen weken spectaculair. In het Britse parlement is intussen een eerbetoon gehouden voor de overleden prins Philip. Zo was er 1 minuut stilte voor de echtgenoot van koningin Elizabeth. Prins Philip werd door verschillende sprekers bejubeld, onder meer voor zijn steun aan de koningin en aan de monarchie. Ook de prinsen William en Harry hebben intussen publiekelijk gereageerd. William zal de hertog van Edinburgh vooral missen als grootvader, zei hij. En Harry loofde zijn kwaliteiten als een plichtsbewust, eervol en humoristisch man. Iran wijst nu zonder omwegen met een beschuldigende vinger naar Israël voor de schade die werd veroorzaakt aan de nucleaire site van Natanz gisteren door een stroompanne. Op die site wordt uranium verrijkt. Israël bevestigt die bewering niet, maar ontkent ze evenmin. En volgens Amerikaanse bronnen ging het wel degelijk om een geheime Israëlische operatie. De actie kan de onderhandelingen dwarsbomen tussen Iran en de Verenigde Staten over een nieuw nucleair akkoord. Trump had dat akkoord met Iran verbroken. Dit weekend nog had de Iraanse televisie strijdbare nucleaire wetenschappers getoond, trots op hun werk voor Iran. Tussen de centrifuges waarmee uranium wordt verrijkt. Maar de stroompannen in Natanz legden die centrifuges plat. Hoe groot en langdurig de schade zal zijn, is niet duidelijk. Iran beschuldigt Israël. البته من خوشحالم که هیچ آسیب انسانی و یا محیط زیستی وجود نداشته. Als Israël achter de actie zit, dan kan het ook de bedoeling zijn geweest om een nieuw internationaal akkoord te saboteren over het Iraanse kernprogramma. Eerste verkennende gesprekken daarover zijn vorige week weer van start gegaan in Wenen. Ook de Verenigde Staten zijn daarbij betrokken. En net nu is de Amerikaanse minister van Defensie op bezoek in Israël. Hij ziet geen reden om die gesprekken nu af te breken. You know, our efforts to engage Iran in diplomacy on the JCPOA, those efforts will continue. Israël zelf ontkent nog, bevestigt intussen dat het verantwoordelijk is voor de sabotage. Al haalt premier Netanyahu andermaal hard uit naar Iran. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel. En dan komen we terug dichter bij huis. In Bergen, in de provincie Henegouwen, wordt de Passenger afgebroken. De Passenger is het opvallende houten kunstwerk van Arne Quinze.
Het was altijd al de bedoeling van de kunstenaar uit Sint-Maarten-Slatem om de constructie na 5 jaar weer af te breken. Het hout wordt gerecycleerd. Met deze lange balk als hefboom wordt de passenger afgebroken. De houten constructie van 85 meter lang en 16 meter hoog verdwijnt definitief uit het straatbeeld. En net als bij de bouw van het kunstwerk reageren inwoners van Bergen ook verdeeld op de afbraak ervan. Pendant 5 ans, ça donnait beaucoup de caractère à un quartier qui est gris, qui est un peu triste, entre l'église, le tribunal, les bureaux. Beaucoup de touristes venaient faire des photos et les Montois s'étaient habitués à l'œuvre. Peut-être que ce serait quand même mieux de le faire actuellement, parce que ça pourrait éventuellement causer un danger pour les passants. Het kunstwerk kwam er toen Bergen in 2015 culturele hoofdstad van Europa was. Het was altijd de bedoeling van kunstenaar Arne Quinze om het na 5 jaar weer weg te nemen. Het is vooral de leegte die even belangrijk is, die we daarna creëren, dan het kunstwerk op zich. En ik hoop dat door die leegte, dat er soort van zaadjes in de mensen hun hoofd plant om hun te stimuleren om iets te doen met hun stad. Toen bekend raakte dat de afbraak zou starten, kreeg de kunstenaar veel vragen van mensen die een latje als aandenken wilden. Maar dat kan niet. Het is hout die speciaal is geplant geweest om gekapt te worden. En vanavond, eenmaal dat het beeld neergehaald is, gaat dat dus naar de recyclagefabriek, wordt alles vermalen tot pulp. En dat pulp wordt dus gerecycleerd of tot papier of tot bouwplaten. De afbraak van de passenger duurt 1 dag. Ça a été sympathique un temps, mais je crois qu'il est temps de le démonter et de rendre un peu de lumière à cette place. Straks nog een bijzonder optreden in de Brusselse Nouvelle Belgique. En die naam heeft u wel degelijk goed begrepen. Eerste sport, Katrien. De winnaar in de Ronde van Turkije vandaag, dat was een oude bekende, hè? Ja. Mark Cavendish. Ja, met de Koenig Quickstep heeft hij het voor elkaar gekregen, Wim. Mark Cavendish heeft nog eens gewonnen, voor de eerste keer in meer dan 3 jaar. De Brit was de snelste in de tweede rit van de Ronde van Turkije. Hij is ook de nieuwe leider. Cavendish remonteerde onze landgenoot Jasper Philipsen en zijn oude rivaal André Greipel. Ook mooi, de zege was mee te danken aan het werk van Fabio Jacobsen, 8 maanden na zijn zware val. Zelfs de wederoptredende Fabio Jacobsen, hier in tweede positie, werkt in de finale hard mee. De opdracht voor de mannen van de Koenig Quickstep is duidelijk. Cavendish zo goed mogelijk in stelling brengen. Maar op 200 meter lijkt het tussen Jasper Philipsen en André Greipel te gaan. Maar Cavendish remonteert zijn oude rivaal en glipt ook nog voorbij Philipsen. Voor het eerst in 3 jaar wint hij nog eens een rit en dat op zijn 35e. Kijk nog eens hoe hij in laatste instantie uit het wiel en in de wind komt en zo kan winnen. Het instinct van een rassprinter. De vreugde is enorm. De Brit valt in de armen van zowat al zijn ploegmaats. Ook Jacobsen deelt in de vreugde. Een jaar geleden leek Cavendish te moeten stoppen, maar Patrick Lefevre gaf hem toch nog een contract. Cavendish bedankt zijn manager met de 147ste profzege uit zijn rijk gevulde carrière. What an incredible feeling across the finish line first time in 3 years. Patrick gave me an opportunity, you know, and I have that like song to say thank you for me, from where I've been in the last years, you know, just to get back to close to a win is something special. And to be able to win with the Wolfpack is that's a dream come true, really is. Philippe Gilbert, 38 jaar intussen, maakt volgende week zijn rentrée na een pauze. Hij rijdt de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De start van het seizoen viel zwaar tegen voor Gilbert. In Gent-Wevelgem werd hij gewoon uit het wiel gereden. Hij was fysiek en mentaal niet fris. Daarom besliste hij te passen voor de Ronde van Vlaanderen. Deze week laat hij ook de Brabantse Pijl en de Goldrace nog schieten. Daarna herneemt hij. Precies 10 jaar geleden won Gilbert nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In het turnen zal Nina Derwaal er eind volgende week niet bij zijn op het EK in Basel in Zwitserland. Zij geeft forfait. Derwaal is nog maar net hersteld van een lichte blessure aan haar voet. En daardoor is haar voorbereiding niet optimaal verlopen. In haar plaats komt Jutta Verkest in de ploeg. Voor Derwaal is het een domper in de aanloop naar de Olympische Spelen. Daar is ze een van onze grote medaillekandidaten. De laatste competitie van Derwaal dateert alweer van 1,5 jaar geleden. Dat was het WK in Stuttgart. Daar pakte ze toen goud aan de brug.
En dan voetbal. Anderlecht heeft de topper tegen Club Brugge gewonnen. Anderlecht is wel nog niet zeker van een plaats in play-off 1. Daarvoor heeft het komende zondag op het veld van Sint-Truiden nog 1 punt nodig. Club Brugge nam in het Lottopark de beste start. Club kwam voor. Maar in 4 minuten tijd keerde Anderlecht de situatie nog om. In een zege met 2-1. Dit is wat de overwinning betekent voor Anderlecht. In de tribunes, langs de zijlijn, op het veld. Het is een prestigieuze zege en ze brengt Anderlecht op 1 punt van play-off 1. We're a confident team. We've been through our ups and downs this season and I think now towards the end of the season we're really coming together as a team and I think it's showing with the results and the way we're playing and anything is possible. Het prestigeduel barst pas los in de tweede helft. Bij Club Brugge is Noah Lang ingevallen. Hij is terug na een blessure en heeft maar 10 minuten nodig om zich te tonen. Een pirouette en een nauwkeurig schot in de hoek. Het is 0-1. Anderlecht lijkt in de touwen te hangen tot Amuzu de bal voor doel brengt en een match gelijk maakt. Club Brugge was lang de betere ploeg, maar plots is het zijn voorsprong kwijt. En 4 minuten later wordt het nog erger. Anderlecht is aan het komen. Lokonga, Amuzu vertrekt. Lokonga gaat erin. En kijk eens aan, het is 2-1. Dat is ook de eindstand. Anderlecht klopt Club Brugge. Vincent Kompany viert mee in de kleedkamer van Anderlecht. Op de persconferentie doet hij wat hij altijd doet. De euforie temperen. We moesten het een beetje hebben van Club Brugge die iets minder in vorm was en wij die iets meer in vorm waren vandaag. Of iets efficiënter, als ik het zo mag noemen. En uiteraard wordt het resultaat daardoor bepaald. Maar ik kan het nog niet beschouwen als iets dat ik dagelijks zie bij deze groep. Club Brugge moet voor de play-offs opnieuw op zoek naar zijn topvorm. Ruud Vormer verwoordt het zoals zo vaak, zonder omwegen. Tegen Anderlecht wil je altijd winnen. Iedereen die van club houdt, die wil tegen Anderlecht winnen. Dus ja, daarom baal ik ook zo daarvan. Je hebt alles in eigen handen. Je geeft 2 klote goals geef je weg. En dan sta je met lege handen. De landskampioen verliest voor de tweede keer in 3 speeldagen. Anderlecht zet voor de eerste keer dit seizoen een 9-9 neer. Maar play-off 1 is nog geen zekerheid, omdat ook Oostende gewonnen heeft. Met 1-2 op het veld van Beerschot, na 2 late Oostendse goals. De kustploeg blijft in de running voor de top 4. Vanavond wordt de laatste match van het weekend nog afgewerkt. Antwerp trekt naar Moeskroen. In het klassement blijft Oostende dus aanklampen. Het is 5e op 2 punten van Antwerp, dat straks nog speelt, en op 3 punten van Anderlecht. Beerschot is 6e. Het is nog niet zeker van play-off 2. Helemaal bovenaan blijft Club Brugge op weg naar de landstitel met een grote voorsprong op de rest. 2 maanden nog en dan begint het EK-voetbal. Onze gouden generatie Rode Duivels hoopt deze zomer eindelijk de oogsten en de Europese titel te pakken. Maar achter een paar belangrijke namen staan er grote vraagtekens. Hoe fit geraakt Eden Hazard? En is er voor Axel Witsel wel hoop om het EK te halen? Om de Duivels fysiek zo goed mogelijk te begeleiden, rekent ons land op de kunsten van kinesist Lieve Maaschalk. Eden Hazard en 3 smertes. Ze zijn net als alle andere Rode Duivels kind aan huis in de praktijk van Lieve Maaschalk. Op dit ogenblik werkt Axel Witsel hier dagelijks hard aan zijn comeback, nadat 3 maanden geleden de Achillespees van zijn linkervoet scheurde. We zijn al dagen mee bezig eigenlijk wel. Alles verloopt vandaag gelijk zoals het moet verlopen. Dus uiteindelijk zien we, we hebben ook geen druk. Belangrijk is gewoon dat hij gewoon optimaal terugkeert op het hoogste niveau. Dat is prioriteit nummer 1. Toch vraagt iedereen zich af of de middenvelder van Borussia Dortmund na zo'n zware blessure op tijd klaar geraakt voor het EK. Ik doe vooral geen uitspraken. Weet je... Allee, dat is niet relevant ook. Uitspraken geeft druk en ik wens geen druk op de atleet te leggen. Afwachten dus. Dat andere zorgenkind dan, Eden Hazard. Hij sukkelt van de ene blessure in de andere na de operatie aan zijn enkel een jaar geleden. Hij is bij mij geweest nationaal ploeg, heeft dan een paar dagen verbleven. En Eden eigenlijk wordt vandaag ook goed begeleid. Dus ik bedoel, dan gaan we zien hoe of wat wanneer, return to play of gelijk wat. Hazard traint intussen wel weer mee bij Real Madrid, vroeger dan verwacht. Spelen deed hij nog niet. Ziet u het goedkomen wat het geval Eden Hazard betreft?
goed komen. Ik zou niet weten eigenlijk wel vandaag waarom niet. Ook. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Hè. Maasschalk is al jaren een wereldautoriteit in zijn vak. De sportvedettes lopen zijn deur plat. Ze vertrouwen hem door en door. Sommigen zeggen de EK-titel van de Rode Duivels die ligt letterlijk in uw handen. Onze zorg als staf is om de spelers optimaal te kunnen laten functioneren en hun job te kunnen laten beoefenen. Dus ik moet dat zo bekijken. Maar ik word geen Europees kampioen. Hè. Ons team wordt dat. Ja. Laten we hopen. We hebben ook nog nieuws uit het golfen. De winnaar van de Masters in Augusta is Hideki Matsuyama. Hij is de eerste Japanner ooit op de erelijst. Meer, hij is de eerste Japanner ooit die bij de mannen een major toernooi op zijn naam schrijft. Matsuyama greep op de derde dag de leiding en gaf die op de slotdag niet meer af. Het iconische groene winnaarsjasje krijgt hij, zoals de traditie het wil, uit handen van de uitredende kampioen, de Amerikaan Dustin Johnson. En het staat hem beeldig. Toch? Ja. Straks is er extra time. 9:45 op Canvas. Dankjewel, Katrien. Vanavond gaat in Brussel een nieuwe concertzaal open, de Nouvelle Belgique. Al moet u het woord zaal hier niet te letterlijk nemen, want het gaat om de virtuele versie van de Ancienne Belgique. De AB is volledig nagemaakt in een gamewereld voor virtuele concerten. Zwangere Guy is de eerste artiest die er virtueel, maar wel live, mag optreden. Dat is maar. Ik weet nog goed hoe dat ik toen al goed een muil had. En van alles ging alleen in de kruidvat. Met een motion capture pak aan brengt Zwangere Guy zijn nummers voor een lege zaal. Dat pak dient om mij live eigenlijk elke move dat ik zet te zien maken. Zit vol met sensoren, van hoofd tot aan de voeten. En elke stap die ik zet op het podium wordt dan eigenlijk volledig nagebootst. Het is volledig live, dus op het moment dat de mensen thuis naar hun scherm staan te kijken op tv of computer, staan wij hier in de AB echt gans live op te treden. Rechts, heb geen tijd om nu nog stil te staan. Ah, kutter, kutter, kutter tot de dood hier. Optredens via livestream zijn al sinds de start van de coronacrisis een populair alternatief. Maar een VR-optreden dat ook nog eens helemaal live doorgaat, dat is een primeur. Wel, ja, we hebben even getwijfeld om een livestream te doen. Maar dan zijn we verder beginnen nadenken. Omdat we toch op zoek waren naar een nieuwe manier van muziekbeleving. En ook een manier die verder ging. Die de band tussen de fans en de artiesten toch iets intenser maakte. Heeft nooit iets verkeerd gedaan, Kenny. Moest zich solo door het leven slaan, Kenny. Het is niet dat je mij gewoon op een podium bezig ziet. Zij creëren zelf ook hun avatar. Je kunt in de zaal lopen, vliegen, je kunt naar de bar gaan. Dus dat is wel een van de redenen dat mij heeft overtuigd. Want ik sta niet zo echt achter livestreams en van die rare dingen. Het is de bedoeling dat er na Zwangere Guy nog andere artiesten optreden in de virtuele concertzaal. Dus we hebben Nouvelle Belgique echt volledig laten bouwen, nu voor Zwangere Guy, maar toch wel met oog op nog een aantal nieuwe concerten. We willen eerst zien hoe dat met Zwangere Guy loopt. Er gaan misschien nog wel een paar foutjes in slapen, omdat het echt de eerste keer is. En die willen we ook voor de volgende concerten er wel kunnen uithalen. Vandaag was het koud, met soms felle aprilse grillen. Vannacht verdwijnen de buien en wordt het vrijwel helder weer. Op veel plaatsen gaat het vriezen. Minima van plus 1 aan zee tot min 8 in Hoog-België. Morgen beleven we een zonnige start. Later komen er in het binnenland stapelwolken en nog een plaatselijke bui, maximaal rond 9 graden. In Lier is er ontevredenheid bij bewoners die hun verharde oprit moeten opbreken. De stad zegt dat de opritten opnieuw voortuintjes moeten worden om het water te laten insijpelen. Steeds meer gemeenten nemen maatregelen om de verharding op hun grondgebied tegen te gaan. En dat was het voor nu. Mooie maandagavond verder. Dag. Het aanleggen van zelfs waterdoorlatende verhardingen in de voortuin is vergunningsplichtig. Dat is een praktijk die al veel langer gebeurt natuurlijk, maar die eigenlijk altijd verboden is geweest. Op 40 jaar tijd is er eigenlijk 3 keer zoveel beton, asfalt, klinkers bijgekomen. Ja, dat betekent dat eigenlijk in die zones het regenwater niet kan insijpelen in de bodem. Ze vragen dus eigenlijk om voor 25 mei de verharding te verwijderen. We hebben dat huis juist gekocht. We hebben daar al onze spaarcentjes in gestoken. En om nu heel de oprit open te breken en die groen te maken, ja, we hebben daar gewoon geen geld voor om dat te doen. MUZIEK
Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.